Voor mij is het meest opzienbare van de carnaval Wamel dat ik toen prins werd, en dat was het vijfde, zesde jaar, want Chris Kalkers was de eerste prins, 2 of 3 jaar. De tweede prins was Cor van Riel, en toen ben ik het 3 jaar geweest, maar dat was 2 jaar van mijn eigen. En 1 jaar ben ik ingevallen voor Wiet Verhooy, want die had zijn enkel gebroken. Dus ik ben 3 jaar achter elkaar prins geweest. Maar toen kwam het grote gebeuren, daar Boudewijn de Groot ging dat lied zingen, Het Land van Maas en Waal. En toen heb ik contact gezocht met Boudewijn de Groot en ik kreeg het zover dat hij naar Wamel kwam. Toen ben ik hem zelf s'avonds op gaan halen met een auto in Zaltbommel met de trein. Hij kwam met de trein aan daar. Dus toen heb ik hem ook s'avonds weer teruggebracht. En vanaf dat jaar ging het bezoekersaantal van 150, 200 tot het laatst 1200 man in de tent hier. Dat was eigenlijk voor mij het meest memorabele gebeuren van carnaval Wamel, ja, de oude Gierpont. Dat we zo omhoog schoten met het bezoekersaantal. Maar heen en ver kwamen ze vandaan met bussen vol. Wij zijn naar Kuik geweest, waar we uitgenodigd. Daar hadden ze ook het 22 jaar bestaan. En daar gingen wij naartoe met mijn tante uit Marokko. En een boerenwagen vol met boerenkool en mijn worsten. En die worsten die had ik gekregen van de fabriek in Kuik. Dus een hele wagen vol met boerenkool en daar haalden wij s'avonds de eerste prijs. Fantastisch mooi. En naar aanleiding daarvan hebben wij toen hier ook 11 verenigingen uitgenodigd met een grote optocht door Wamel heen. En s'avonds hier bij elkaar en wie de eerste prijs hadden en zo. Ja, dat was het 22 jaar bestaan. Ja, was heel mooi. Mijn eerste herinneringen aan carnaval waren de optochten die in het begin nog waren. De Blauwe Knoop deed altijd heel heftig mee. Bij Toon Graven, daar werd de wagen gebouwd en het feestje vooraf was ook al een groot deel van onze carnaval. Want dat was 12, 13 jaar. Dat was de eerste herinnering. Wat de Rut betreft moet ik nog steeds denken aan dat Boudewijn de Groot hier op kwam treden. Wat voor ons heel bijzonder was. En dat we bij die deur, waar Niek Kruisbergen altijd posten, dat we stiekem werden toegelaten, want we hadden dan toch in lijve Boudewijn de Groot gezien. Veel prominente, voor ons was carnaval eigenlijk, wie komt er op maandagavond? Dat waren Neeskes, de Mounties, die kwamen heel laat. Dat was wat schimmig als het eenmaal 12 uur geweest was, maar die waren er. En zo had je heel veel voetbalfiguren die geweest zijn. En dat, voor ons was dat toch wel het hoogtepunt van de carnaval in de eerste jaren. Nou, de oude Gierpont die heeft zich echt gemanifesteerd, niet alleen die 3 dagen, maar ook vooral eromheen. Bijvoorbeeld neem nu verdienstelijk Wamenaar, wat altijd zeer gewaardeerd is in de hele gemeenschap. Ook mensen die nooit in de Rut kwamen, maar wel dat konden waarderen. Dat was natuurlijk een heel belangrijk punt. Daarnaast had je natuurlijk het alternatief, de stunt. Is altijd heel goed gevallen als je bekijkt een beetje drukmiddel naar de gemeente toe. Want daarin kon je laten zien van, hey, wij als gemeenschap willen graag bijvoorbeeld een cursusplein, een rotonde. Nou, allemaal dingen die nu gerealiseerd zijn, waar je toch kunt voelen dat de gemeenschap ook iets te vertellen had bij de gemeente. Mijn eerste herinnering aan de carnaval, dat zijn de optochten toen die tijd nog. Dat was bij Toon Pompen een wagen en dan een paar veilingkisten erop. En een paar kleedjes erop. En dan met als cowboy of als ridder stond te zwaaien een beetje. Dat was het. Dat was de hele optocht eigenlijk. En ja, toen waren wij een jaar of 8, 9 oud. Dus dat is al lang geleden. De vaste gang van de matinee, dat is 12 uur verzamelen. Een man of 25, 30. En dan lunchen, broodjes, kopje soep. En dan naar de zaal. En dan flink de beest uithangen. En dan zijn we 6 uur, dan is iedereen aan zijn eind. En dan zijn er nog een paar fanatiekelingen die teruggaan. Maar we zijn allemaal op leeftijd voor, dus dat wordt steeds minder. Nou, hoe de carnaval leeft in Wamel, nou, dat is top natuurlijk. Want, ja. Maar de toekomst van de carnaval ziet er zonnig uit. Hebben we zien, hè? Ja, dat is goed. Oh, dat is goed. Dan kunnen we voort. Met de Rut? Ja, vanaf het begin af aan, hoor. Dus wanneer is hij opgeweest? 65 of 60? 55. 55, ja. Ik heb nog foto's. Ik heb nog een foto ook, hoor. Een mooie foto, hoor. Ik geloof wel dat die van 55 is.
Dat klopt, het carnaval. En het café is begonnen, hè? Die foto hebben we gemaakt, die ik heb, die hebben we met café gemaakt nog. Toen is begonnen. Ja, je hebt altijd een beetje spullen ook. Nee, dat wel. Je moet hem in de waai hebben, hoor. Als je in de tutor hebt, dan kun je niks meer doen, hè. Wat doen we nog maar in de tutor? Ja, dat is toch mooi te horen. Ach, ja. Maar ja, ik ben gehaald in, hè, voor niks, hè. Met een rollator. Je bent een keer even ergens anders, hè? Van boven. ik beleef zo'n middag. Och ja, ik vind het gezellig. Oh ja, ik kan er goed naar luisteren. Goed. Ik vind die muziek nog wel mooi. Ik heb altijd tralies aan thuis. Altijd. Hij ging alleen s'nachts bij uit. Ook ze aan verdiend hebt, dat weet ik niet, maar ik heb ze wel. We hebben allemaal. Ja, ik heb van alles. Joh. Ik heb drie ankers en de klomp en de stop. En dit is van de rest, geloof ik. Die is van Pieter? Nee, dat is van Pieter. Nee, de rest is dit. De eerste, ja. Bang. Prins Bang. Ja, joh. Ja, mijn herinnering van de carnaval, die kan ik me nog heel goed herinneren. Want ik mocht al op 14-jarige leeftijd mocht ik naar de carnaval. En dat was bij de Rut. Ja, en dat was feest, want toentertijd was er gewoon nog heel weinig. Alleen, ja, de carnaval, dat was het spektakel van Wamel. En ja, dat ik daar zo jong al naartoe mocht. Ja, en in die leeftijd ging je al een beetje naar jongens kijken. Zo, waar loopt er allemaal rond en zo. En ja, wij met de vriendinnen en mijn zus, die ging toen nog mee van rondkijken. Dus de herinnering is de eerste liefde is op de carnaval ontstaan. Ja, dus die vergeet ik nooit meer. Wat er speciaal is aan de Rut, het is een locatie, denk ik, die we altijd in ere moeten proberen te houden, zolang als het kan. Ik weet ook nog wel dat bij de Rut, bom en bom vol zat alles. En de vloer, die ging echt op en neer met mensen. En dat je dacht van, zal de vloer het houden, wel of niet? En ja, uiteindelijk hebben jullie daar met man en macht de laatste jaren aan gewerkt om de zalen te behouden. En ja, dat is de plek. En wat ik nog echt heel goed herinner is het café de Rut. Daar gingen we dan naar binnen. En daar kwamen alle mensen. En ik denk dat jullie het ook allemaal weten. Een paard in de gang. En het paard kwam in de gang. Maar het kwam niet alleen in de gang. Het kwam natuurlijk ook bij de Rut naar binnen. Bom en bom vol. Alles en dat paard kwam gewoon naar binnen. En jullie zijn één team. En dat stralen jullie ook uit met elkaar. En als het dan zover is, ja, dan staat daar een raad van 11. Ja, geen raad van 11 meer, maar veel en veel meer. Maar ja, iets fantastisch. En ja, het is iets wat ik in mijn hart draag. Maar ook als vereniging hebben jullie zoveel gedaan dat alle verenigingen in Wamel dragen jullie ook op handen. De eerste herinnering van hier van de carnaval, dat was in 1985, uit mijn hoofd zo. Ja, ik dacht, waar kwam ik binnen? Ik kwam hier de dorpsstraat in, touringkarren stonden hier gewoon voor de deur. En ook allemaal, ook gasten van de overkant en al. Ik dacht, er moet toch wel iets hier te doen zijn. En dat was het. Ik had al echt een schitterend feest met prominente Benny Wijnstekers heb ik gezien, Paul Likjes of zo, zijn hockey, alles kwam hier, het al, Jukli Hooper, van allerlei soorten artiesten, niks is, was te gek, zeg maar. Ja, toen zei ik, op een gegeven moment was hier de wc, ja, dan moet je daar naar onderen, dan moet je zo'n kelder in. Nou, het was uniek, die kelder, ik had er nooit zoiets gezien, hè. Ik dacht op een gegeven moment toen ik naar huis ging, ik heb wel hele natte voeten hier, Gitter. Hè? Maar ik zat erop te kijken. Ik denk, dat kan wel eens van mijn buurman geweest zijn, Gitter. Hè? Het spetterde aan alle kanten een beetje uit. Maar ja, nu 35 jaar verder is die vloer, daar zit er nog steeds. En die
Die wc is ook nog zo, Gitta. En dat is denk ik toch de charme hier van die Rut, Gitta. Gewoon wat goed is, moet je zo laten, Gitta. En dat, ja, dat wordt gewaardeerd, Gitta. Het is gewoon een soort tempel hier. Ja. Ja, toen was in één keer de Floppers geboren. Ja, en toen, ja, daar hebben we een paar hele leuke jaren hier in de Rut. Zijn we denk 3-4 jaar achter elkaar. Hebben we hier met matinee. En later was er nog een van de Floppers, was Prins Piet Prij. Ja, daar zijn we hier ook nog in de avond, hebben we ook nog een lied voor Piet gedaan. En ja, dat zijn leuke dingen om op terug te kijken. Dat hebben we veel plezier had gedaan. Ja. Ik zou nooit op vakantie gaan in die week, zeg maar. Dat was wel daarna gepland, of misschien een keer net ervoor. Maar nooit tijdens die dagen van matinee. Nee, dan zorg ik wel dat ik hier ben. Ja. En ook vrij af met werk. Ja. Ja, leven zonder carnaval. Ja, dat is eigenlijk niet voor te stellen dat dat gaat gebeuren. Dat is voor ons echt... Nee, wij leven het hele jaar naar die 4 dagen carnaval toe. We beginnen al in december te verzinnen wat we gaan maken. Dus we hebben al voorpret van tevoren. Nee, wij kunnen niet zonder carnaval. Nee. Echt niet. Eén groot feest. 4 dagen lang, reunie, gezellig, dansen, lachen, drinken. Ja, leuk. 1 groot feest. We leven er gewoon echt naartoe. Ja. En het versieren van thuis, ja, het gezellig maken binnen, in huis al. Dus ja, de voorbereiding is echt in volle gang, al langer dan een week van tevoren. Ja. Dus ja, een en al gezelligheid. Ja. Een prinses. Ik zou wel eens een keer een prinsescarnaval willen. Nou, wij. Daar hebben we al wel eens over gefantaseerd, ja, hè? Ja. Prinses Rian. We kregen toen zelfs al namen toegewezen. Ja. Dat is echt lang geleden. Die was Leo van Hoorn, die had dat toen namen voor ons verzonnen. Ja, mijn binding met de carnaval is dat ik dus zo'n beetje 25 jaar geleden hier bij de carnaval gekomen ben om te tappen. Want ze hadden geen tappers. Dus toen zijn wij vanuit Overkant naar hier gekomen om te tappen. Ja, en waarom? En waarom ik er zo lang zit? Ja, het is één grote familie hier, hè. Als ik al binnenkom, dan krijg ik al kippenvel. Dat zie je nou ook al. Dus ja. En ja, mijn hele passie staat ervoor hier om elk jaar wel die 4-5 dagen gewoon te knallen. Gewoon voor de jongens hier. En gezellig. Een familiebende. Die sfeer, dat kun je niet beschrijven. Dat moet je zelf ondervinden. Als je zelf bij mij achter die bar staat en je ziet dan de hele zaal vol, die tent vol. En het ja, dat is zoiets onwerkelijks. Dat is niet te beschrijven. Dat moet je gewoon zelf kunnen zien. Nou, ik hoop nog 22 jaar erbij, denk ik. Ik wil die 88 al halen. Lijkt me wel heel fantastisch om dat te kunnen doen. Maar ik ben nu zelf 56. Ik hoop dat ik een paar nieuwe mensen erin kan brengen. Voor de vereniging. Dat die vrijwillig lekker mee kunnen draaien. Dus dat hoop ik wel, maar dan probeer ik wel zo lang mogelijk hier blijven achter de schermen. Wat is er leuk aan carnaval? Ja, carnaval is natuurlijk de hele week feesten. De week ervoor gaat het al nergens anders over als over de carnaval. Dus ja, wat is er leuk? Het is feesten, gezelligheid, drinken, lol maken, slecht zijn de volgende dag, broodje Advil. Dat hoort er allemaal bij, maar gewoon lekker gezellig doen en dan komt dat goed. Daar zijn we wel voor gemaakt. Mijn eerste herinnering aan carnaval, dat was nog met mijn vader en moeder. Die gingen hiernaast altijd naar de Rut. En dan kregen wij 25 gulden mee en dan mochten we dan een hele carnaval voor doen. En dan kochten we frikandellen voor en een frietje en stiekem af en toe een sneeuwwitje. Toen al, ja, toen al. En toen zijn wij eigenlijk met de paplepel is dat ingegoten. En sindsdien zijn we niet meer weg te krijgen. Dus. Mijn carnavalsoutfit. Ja, mijn carnavalsoutfit, jongens. Mijn carnavalsoutfit is al 35 jaar hetzelfde. Mijn vader heeft ooit een badjas weggegooid. En die vond ik zo mooi. Die heb ik uit de prullenbak gehaald. En ik denk, dat wordt mijn carnavalsoutfit. En ik moet eerlijk zeggen, dat was zo'n grote kwaliteit. Die badjas, die doet nou nog steeds. Hij is wel hier en daar wat afgerafeld. Hij heeft overal gelegen. Hij heeft in de prullenbak gelegen. Hij heeft bij iedereen thuis gelegen. En elk jaar komt hij toch weer aan de voordeur. Ding dong, daar is mijn badjas. Ja, dat is een klein begripje, denk ik wel een beetje hier. Ja, het Slagerfestival. Ja, heel moeilijk vond ik het altijd als jury. Want, maar gewoon het feit dat alle verenigingen, alle mensen uit Wamel gewoon een stukje deden. De
de tijd ervoor namen om iets te doen. Want er ging best wel wat tijd in zitten. Je moest een liedje maken, je moest een stukje maken, je moest het leuk aankleden. Het werd opgenomen, er zat heel veel tijd in. En als jurylid vond ik dat altijd wel heel erg leuk om naar te kijken. Maar ook ontzettend moeilijk om te beoordelen van ja, wie is nou het origineelst, wie is nou het leukst, wie heeft nou het leukste stukje neergezet. En ja, ieder jaar is er eigenlijk denk ik wel heel erg leuk gelukt en goed gelukt door alle clubs in Wamel. Dat ik nu weer carnaval vier is ook omdat mijn oudste dochter Sam bij de dansgarde kwam van de Oude Gierpont. En ja, dan ben je als moeder wel heel erg trots als je je meisje daar ziet staan. En ja, dat is gewoon fantastisch. Ik kan beter vragen wat er niet speciaal is aan de carnaval. Alles is speciaal aan de carnaval. Als je binnenkomt, de run op de kaartjes. De passepartouts die de laatste paar jaar helemaal hot zijn geworden. Fantastisch, goed idee. Ja, en als je binnenkomt, de geur, de potten, binnen. En natuurlijk kapot gaan als je naar huis toe loopt. Voor mij als bezoeker is de prins eigenlijk wel heel belangrijk. Een prins die zet aan het begin van de avond zet hij vaak een toon neer. Of niet, als hij geen stemmer heeft. En dan is het vaak al een goede prins. Want dat betekent dat hij leeft voor de carnaval. Dat hij alles doet voor de carnaval. Ja, dat vind ik mooi. Als ik iets zou mogen veranderen aan de carnaval, zou ik zeggen, ja, maak hem maar een dag langer. Dan heb ik nog een dag extra om te kunnen spijbelen als het moet. Onze binding met carnaval. Ik denk dat wij allebei in eerste instantie minigarden zijn geweest. Dus dat gaat in mijn geval al terug naar 2002. Maar in 2007, als ik het goed heb. En ik heb daarnaast altijd met Dick Hart natuurlijk meegedaan met het Slagerfestival. Ik ben natuurlijk ook een grote dansgarde geweest. Totdat we zelf mochten komen naar de Rut. 4 dagen lang, 1 groot feest. En saamhorigheid. Iedereen is welkom. Het gevoel van thuiskomen in de Rut. Ja, we hebben... ik heb wel een vaste plek. Zeker met Dick Hart. Wij staan eigenlijk altijd op het hoekje van de trap. Mijn vaste plek is bij de bar. Kijk. Ja, ik kom uit Deest en via vrienden hier gekomen. Slaap altijd op 1 adres bij Ron en Diaan. En dat is gewoon als een warm welkom thuis. Gewoon thuis komen hoor. Hoe voel ik mij hier thuis tussen de mensenmassa? Als een vriend van iedereen. Iedereen is, je kent elkaar eigenlijk, terwijl je niemand kent. Dat is echt bizar. Mijn carnavalsritueel. Ja, voordat we hier naar binnen gaan, gaan we altijd standaard de snack halen. Bij onze Nien. En goede bodem leggen en dan flink bier erin. En nozen. Dat is kei gezellig. Die parapluutjes die het zweet opvangen, dat hoef je ook niet in je bier te hebben. Maar zou dat anders moeten? Helemaal niks. Gewoon hetzelfde blijven. Het is fantastisch zo. Hoe ik als minigarde heb beleefd, ja, dat was toch wel echt een dingetje. Dat je het mooie jurkje aan mocht, de laarsjes natuurlijk, het veertje in. En dat je daar voor zoveel mensen staat, dat was wel echt heel leuk. Ik heb Jos en Joost gehad, echt topprinsen. En ik heb echt die carnaval met de grote, met de raad. Het was, ja, het liefst had ik nog veel langer natuurlijk geweest, maar je mag helaas maar 2 jaar. Als grote nooit gevraagd helaas. Maar die minigarde, dat was toch wel... ik denk dat elk meisje in Wamel daar ook echt wel van droomt, om minigarde te zijn. Wat voor mij carnaval in Wamel inhoudt, is naar de Rut. 4 dagen lang, met paspartout. Maakt niet uit. Je komt al... Het is een week van tevoren. Dat is hier die tent opbouwen en dat we er langs rijden. En dat dan al de spanning begint. Oké, ja, het begint bijna. En dat je op zaterdagavond hier de tent in komt en... Dat ze er weer staan en de beveiliging die je jaren kent, ja, de raad die je allemaal kent. Nou, je gaat je jas afgooien, je loopt naar de munten, je gaat naar de tap, je zegt iedereen hoi. En je gaat gewoon los. Het is gewoon zo gemoedelijk. Nou ja, wat mijn binding met de vereniging is. Op jonge leeftijd hier natuurlijk begonnen met draaien op de jeugddisco. Eerst voor mijn eigen leeftijdsgenoten. Altijd een super groot feest natuurlijk. Je kunt al zien dat het van jongs af aan hier al goed erin zit. En later, ja, ik zelf weer ouder, maar de mensen die in de jeugddisco waren natuurlijk niet. Want daar is de jeugddisco natuurlijk voor.
Maar dezelfde energie bleef ieder jaar terugkomen en altijd een groot feest. Dus dat was altijd mooi. Carnaval in Wamel is voor mij ja, een paar dagen lang alleen maar groot feest. Het begint 's ochtends vroeg al om zaterdag, dan zitten we altijd stuiter op de stoel voordat we kunnen beginnen met het feest. En dan zie je iedereen op de fiets en lopers naar de rut toe komen, iedereen stroomt naar binnen. En dan, ja, dan begint echt het carnavalsgevoel al te kriebelen. En ja, natuurlijk de rut, de unieke locatie. En ja, dat is gewoon super. En zo blijft toch ook de jeugd weer aangetrokken en zo blijft ook de nieuwe generatie naar de rut komen. En ja, daardoor blijft dit feest intact.